Op 27 oktober aanstaande zal het vijfde congres plaatsvinden van de Socialistische Partij. Een gesprek hierover met de voorzitter van de SP, Jan Marijnissen. Welkom Jan Marijnissen. Het vorige congres van de SP dat is in november 87 gehouden. Waarom wordt er op dit moment opnieuw een congres georganiseerd? Nou, u zegt al 87. Dus we zitten nou weer, het congres zal zijn in oktober, dus weer najaar 91, dus 4 jaar later. Dus ja, de partijraad was van mening dat het toch langzamerhand tijd werd om de zaken weer eens goed op een rijtje te zetten. Zowel in theoretisch opzicht, maar ook in het opzicht van de praktijk van de partij. Welke taken moeten we ons stellen voor de jaren 90? En daarboven, de ontwikkeling in Oost-Europa de afgelopen jaren hebben natuurlijk ook gemaakt dat we, wat ik zeg, bijzonder in theoretisch opzicht ook een aantal dingen nog eens duidelijk op papier zullen moeten gaan zetten. En tot slot, 4 jaar langer bestaan van de partij maakt ook dat je, denk ik, het goed is dat je eens precies op een rijtje gaat zetten van hoe is het allemaal gegaan, wat kunnen we leren uit onze praktijk, wat moeten we verbeteren enzovoort. Ja, ja. Op dit moment wordt er druk gediscussieerd over de congresstukken. Er worden opmerkingen over gemaakt en die worden doorgestuurd naar de congrescommissie. Ja. Kun je zeggen wat ermee gedaan wordt met die opmerkingen? Nou, het zit als volgt in elkaar. We brengen 5 congresstukken. Die zijn geproduceerd door een congrescommissie. Die bestaat uit het partijbestuur plus 15 mensen aangewezen door de partijraad. Dat zijn soms voorzitters van afdelingen, soms gewoon leden. Die mensen zijn uitgekozen, zoals gezegd, door de partijraad. Zo'n stuk, bijvoorbeeld het eerste stuk over het verslag, dat gaat naar de afdelingen. De afdelingen hebben daar reacties op geschreven. Die zijn bekeken in de congrescommissie allemaal gewogen ook. En de congrescommissie stelt dan vervolgens een definitieve versie vast. Die definitieve versie die is nog niet in de afdelingen, maar die komt waarschijnlijk volgende maand of zo. En dan een aantal tegelijk. De afdelingen kunnen dan zelf nagaan in hoeverre het stuk in hun zin en naar hun wil is aangepast. Als dat gebeurd is, dan is het aan de afdelingen zelf om te beslissen of zij al of niet nadere toelichtingen willen van de congrescommissie. Dus de afdelingen moeten dan zelf initiatief nemen van, ja maar wacht even, wij hebben dat en dat nog gezegd. We willen daar nadere opheldering over. Dan komen er een paar mensen van de congrescommissie dat nader uitleggen. Maar het stuk als zodanig staat vast. Na de vakanties in augustus, september, dan zullen we ook nog in alle rajons van de partij, districten, hoe je het noemen wilt, met alle leden gezamenlijk op een zaterdag de verschillende congresstukken nog gaan bekijken. Dus dan kunnen alle leden van de partij op die conferentie hun kritieke opmerkingen ook nog kwijt. En is de congrescommissie in de gelegenheid om nog nadere toelichtingen te geven. En de afsluiting is dan eind oktober in Artis in Amsterdam, waar alle afdelingen ook weer het recht hebben om hun abonnementen in te dienen, hun wijzigingsvoorstellen, initiatiefvoorstellen enzovoort enzovoort. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk de procedure. Ja, ja. Gaat het nu anders in zijn werk dan bij andere partijen of hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk in zoverre vooral anders dat ik denk de voorbereiding uitermate gedegen is. We hebben het besluit om het congres te gaan houden, ik dacht in het voorjaar van vorig jaar genomen, dus anderhalf jaar voorbereiding voor een congres is erg lang. Maar het geeft ook precies die aandacht en zorg ook aan datgene wat er uit de partij omhoog borrelt bij zo'n voorbereiding. En dat je daar dan ook als partijbestuur en congrescommissie precies op ingaat zoals het hoort. Dus dat je een maximaal democratisch gehalte krijgt van de besluitvorming direct op het congres. Vandaar ook die lange intensieve voorbereiding. En ik denk als je dat vergelijkt met andere partijen dat het vrij bijzonder is dat we dat zo gedegen doen. Ja, ja. Maar in principe is elk congres van een politieke partij hetzelfde, denk ik. Mm-hmm. Maar het verschil zit nu juist in die voorbereiding. Ja. De leden van de afdelingen die bemoeien zich nu al met het congres en dat is niet pas op die 27e november. Nee. Kijk, het punt is, je zit daar dan toch met pakweg 500-600 mensen bij elkaar. En ja, en natuurlijk spreken dan de meeste mensen die daar spreken namens een afdeling. Dus als leden, individuele leden, hun opinies nu kwijt willen, dan moeten ze dat inderdaad nu doen. Want zo'n congres in principe heeft daar iedereen spreekrecht natuurlijk. Maar het is duidelijk dat als je wilt dat bepaalde ideeën waarvan je denkt die verdienen de vooruitgang van de partij, dat die ingang vinden in de partij, dan is het zaak dat op afdelingsniveau daar nu over gesproken wordt. En er ook een juist verslaglegging van die besprekingen naar de congrescommissie gaat, zodat er maximaal gebruik kan gemaakt worden van die opmerkingen. Goed, inmiddels is het eerste stuk, het
tweede en de derde overigens ook. Maar het eerste stuk is besproken. Dat ging over de besluiten die genomen zijn tijdens het vorige congres. Ja. Was je tevreden over de resultaten van dat congres en de uitvoering daarvan? Nou, ik denk als je het inventariseert, we hebben zo'n 30 punten op dat congres in 87 aangenomen. Zo'n soort 30 taken hebben we ons gesteld. En het meeste daarvan is uitgevoerd. In meer of mindere mate met succes natuurlijk, dat mm-hmm. wisselt. Maar ik denk als je alles op een rijtje ziet, dat het toch vrij indrukwekkend is wat de partij de afgelopen jaren tot stand heeft gebracht. Kun je een paar belangrijke punten noemen? We zijn begonnen met Solidair. We zijn begonnen met GIST. We hebben een SPJ opgezet. Het kan allemaal beter, het kan allemaal groter natuurlijk, maar het is er. We hebben een milieualarmteam opgezet. We hebben een handvest tot stand gebracht en inmiddels al aan miljoenen Nederlanders voorgelegd. In de interne partijorganisatie is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de periode in het begin jaren 80. Dus ja, ik denk het verslag is zeker goed. Er zijn natuurlijk altijd opmerkingen te maken over had dit niet anders en beter gekund. Maar over de hele linie beschouwd kun je zeggen dat wat in 87 op dat congres besloten is, dat is uitgevoerd. En dat is, vind ik, een hele goede zaak. Mm-hmm. Daarmee is de partij ook een stuk volwassener geworden dan ze was? Ja, ik denk het wel. Ja. Onze kaders op districtsniveau, maar ook op afdelingsniveau zijn beter geworden, denk ik. Beter geschoold, zelfstandiger ook in een bepaald opzicht. Zijn berekend op hun taken in het algemeen. En naar buiten toe kan je rustig stellen, denk ik, dat de namensbekendheid van de partij enorm is vergroot. Dat heeft te maken met de verschillende verkiezingscampagnes die we gevoerd hebben. Dat heeft te maken met de campagnes buiten verkiezingstijd. De miljoenen folders en kranten die verspreid zijn. Maar ook de grote hoeveelheid publiciteit die er voor de afgelopen jaren voor de SP is geweest. Lokaal, maar ook, en dat is gedeeltelijk nieuw, ook op landelijk en regionaal niveau. Dus de naamsbekendheid van de partij is enorm toegenomen. In die zin volwassen geworden. Maar ook, ik denk, electoraal bij verkiezingen dat we toch aardig geboerd hebben. Kijk, de verkiezingen van 89 waren natuurlijk voor iedereen een enorme teleurstelling. We hebben veel tijd ook besteed intern in de partij om te analyseren wat daar nou precies de oorzaken van zijn geweest. Maar over de hele linie denk ik dat de verkiezingen overziend, de Provinciale Staten als wel de raadsverkiezingen, dat die toch uitermate succesvol zijn geweest. Ik breng in herinnering dat we bij de raadsverkiezingen in 90... in 52 steden waar we meededen, toch nog 1,2% van het landelijke totaal wisten binnen te halen. Dus dat is bijna goed voor twee kamerzetels in 52 steden. Dus dat is toch, ik denk ook in die zin dat we zo langzamerhand een volwassen partij zijn geworden. Ja. Goed, dus 1,2%, maar dat is een andere verkiezing. Dat zijn geen Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Daar zit nog steeds een moeilijk dat is, punt. Ja, dat is, maar dat goed, dat... Ik denk dat iedereen in de partij daar inmiddels wel van doordrongen is. Dat is het grote probleem van de SP natuurlijk. De visueuze cirkel. Je zit niet in de Kamer en daardoor ben je toch in de media ook niet die landelijke politieke factor van betekenis. Wat weer maakt dat je natuurlijk toch permanent onder te weinig aandacht krijgt, onderbelicht blijft in de media. Met als gevolg dat je weer die Kamerzetel misloopt. Dat is nu ons inmiddels 5 keer gebeurd. Het is aan onze partij nu om die visuele cirkel te doorbreken en dus ook te zorgen dat we op dit congres in het najaar de voorwaarden scheppen om die doorbraak naar de landelijke partij nu ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Ja. Dat is daarmee, natuurlijk toch de essentie. Daarmee benadruk je nogmaals het belang van zo'n congres. Ja, zeker. Want je moet er weer een aantal jaren mee vooruit kunnen. Precies, het is een congres wat we toch... in de jaren 90, voor een belangrijk deel voor de partij voor de jaren 90 vorm zal moeten geven. En het is natuurlijk moeilijk te voorzien en te voorspellen, ook voor een congres en ook voor een congrescommissie natuurlijk, wat er allemaal in de jaren 90 zal gaan gebeuren. Maar op een aantal punten moeten we toch echt een aantal aanpassingen in de partij tot stand gaan brengen om die snelle groei vast te gaan leggen in de partij en ook de vooruitgang te boeken die we willen om die kamerzetel te behalen. Niet als een doel in zichzelf, maar als een middel om... de verdere groei van de partij naar een politieke factor van betekenis op landelijke schaal, om die tot stand te brengen. Ja. Ik wilde even overspringen op het tweede congresstuk. Dat geeft een analyse van de toestand van Nederland, politiek en economisch. Ook een analyse van de toestand in de wereld. Heeft die verandering in de wereld, want de wereld is natuurlijk enorm veranderd, heeft dat ook consequenties voor de Socialistische Partij? Ja, het stuk spreekt natuurlijk voor zichzelf. Ik denk dat het weinig zinvol is om nu een samenvatting te geven van de inhoud van het stuk. Wat we geprobeerd hebben als congrescommissie, dat is om aan te geven
wat er de laatste jaren zowel nationaal als internationaal is veranderd en wat van belang is vastgelegd te worden door het congres, door de gehele partij. Op internationaal niveau is dat bijvoorbeeld de kwestie van de nieuwe wereldorde zoals die door Bush omschreven is. Ik geloof dat de uitsmijter van het tweede congresstuk is van nou, dit is dan niet onze wereldorde. Nou, dat gaat onder andere in op de gewijzigde positie van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Het gaat in op het imperialisme anno 1991. Het gaat in op de Golfoorlog. Het gaat in op de uitbuiting van de derde wereld die eerder ernstiger en diepgaander is geworden dan voorheen. En op nationaal niveau hebben we ons met name gericht op een aantal processen zoals die in de economie zich voordoen. Het feit dat steeds meer mensen bijvoorbeeld in het kader van uitzendbureaus werken, de flexibilisering, de relaties van arbeiders met hun bedrijf vaak losser zijn geworden. Maar ook politiek gesproken op ontwikkelingen. Het belangrijkste natuurlijk de Partij van de Arbeid in de regering nu, toegetreden tot de hoogste instantie van ons land, mede verantwoordelijk dus voor het beleid. En ja, dat zijn allemaal, denkt de congrescommissie, hele belangrijke ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau die mede bepalen wat de positie van de SP op het moment is. Ik denk dat het een heel belangrijk congresstuk is. Ja, ja. Maar is er al een verandering te bespeuren in de positie van de SP? Ja, ik kan me herinneren, ik ben eens in een uitzending geweest van Spijkers met Koppen bij de VARA, waar ik mocht discussiëren met Frans Moor, wel eens omschreven als de laatste arbeider in de PvdA gelederen. En toen merkte Kees Grimbergen, die het interview leidde, op van ja, de SP is geloof ik uit op het wegkapen van de linkerkant van de Partij van de Arbeid. En ik meen dat ik toen zoiets zei van ja, dat lukt ons nu ook vrij aardig ook. Dat is er natuurlijk aan de hand, want het feit dat wij het ook bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen zo moeilijk hebben gehad en de sympathie die we duidelijk hebben, niet hebben om kunnen zetten in stemmen op dat moment, is voor een belangrijk deel natuurlijk te wijten aan het feit dat de Partij van de Arbeid zich in die oppositie zo kon profileren als de partij die het allemaal anders zou doen. De slogan van de PvdA was ook tijd voor een ander beleid. Dus met recht hebben wij toen gezegd op de verkiezingsavond, nou laten we nu dan hopen dat de PvdA ook werkelijk tot de macht toetreedt, mede verantwoordelijk wordt voor het beleid, want dan zal de bevolking vanzelf duidelijk worden hoe de marges binnen de kapitalistische verhoudingen zijn, ook als er een PvdA aan de regering zit. En we stellen nu vast dat de omvang van de bezuinigingen zelfs Ruding nog overstijgen. Dus. Maar is de Socialistische Partij in staat een tegenhanger te worden van de Partij van de Arbeid? Nou, dat is ze natuurlijk al. Zeker waar het gaat op plaatselijk niveau in een aantal steden. Een groeiend aantal steden. Op provinciaal niveau, denk ik, en regionaal niveau, inderdaad ook in een aantal gebieden momenteel, is het dan wel niet getalsmatig, maar dan is het toch wel wat de inhoud van de discussie betreft. De Partij van de Arbeid vervreemdt zich steeds meer van het socialistische erfgoed, kan je zeggen. De SP is daar altijd klip en klaar over geweest, na het congres nog duidelijker, hoop ik. En het, voor hele grote groepen mensen binnen de Partij van de Arbeid, die partij toch langzamerhand de grijze middenpartij vinden geworden, ja, die zullen zo langzamerhand hun weg gaan zoeken naar de SP. Het is, laat ik zo zeggen, de aanwas voor de partij is er. Electoraal, qua leden, qua steunleden, die is er. De taak voor ons is om dat ook werkelijk waar te gaan maken. Mm-hmm. Je zei net, de Partij van de Arbeid heeft afscheid genomen van het socialistisch erfgoed. Is dat niet juist heel verstandig, mede gezien de neergang van het socialisme, de afgang van het socialisme in het Oostblok? Ja, je snijdt nou een heel ander onderwerp aan, want ik bedoel, het socialisme in Oost-Europa is niet iets waar de Partij van de Arbeid zich mee geïdentificeerd heeft, is ook niet iets waar de SP zich mee geïdentificeerd heeft. Het socialisme is meer dan datgene wat in Oost-Europa tot stand is gebracht. Hoe je daar ook over mag denken. In onze optiek, en met name in het derde congresstuk komen we daar over te spreken, heeft socialisme alles te maken met twee zaken. Je zou kunnen zeggen met het hart en met de kop. Met het elan waar het gaat om de ethische begrippen, zoals we die noemen, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Maar anderzijds ook, de kop bedoel ik daarmee, een verstandelijk element. Je moet niet
gaan zitten dromen over een paar mooie ethische waarden, zoals een soort utopist te werk gaan. Je moet natuurlijk ook op een wetenschappelijke manier kunnen onderbouwen, begrijpen in eerste instantie van wat is nu, en wetenschappelijk onderbouwen wat kan zijn, uitgaande en rekening houden met de huidige omstandigheden en mogelijkheden van de economie. Nou, en dat is wat naar ons idee wetenschappelijk socialisme inhoudt, en wat we dus ook in dat derde congresstuk hebben neergelegd. Dus Oost-Europa is denk ik een zaak die natuurlijk voor onze partij betekenis heeft. In die zin dat je, overigens geldt dat niet alleen voor Oost-Europa. Ik sprak laatst iemand die in Mozambique was geweest. En natuurlijk, Mozambique heeft heel veel problemen gehad met de RENAMO en heeft dat nog. Dat is die verzetsbeweging tussen aanhalingstekens gesteund door Zuid-Afrika. Maar even zo goed, er zijn ook enorme fouten gemaakt, omdat daar toch op een mechanische manier modellen zijn overgenomen van Oost-Europa. Hetzelfde geldt voor Ethiopië. Zo zijn er meer landen te noemen. Het gaat erom dat de socialistische beweging moet begrijpen dat de essentie van het streven naar verandering is dat je optimist kan zijn voor de toekomst, kan streven naar een betere maatschappij, maar dat je realist moet zijn in het heden. Dat je rekening moet houden met de omstandigheden zoals die bestaan. En dan zeggen wij een concrete analyse maken van de concrete omstandigheden. En het probleem van Oost-Europa is geweest dat er alom meer en meer verstening optrad. Ideologisch, politiek, in de economie, enzovoort, enzovoort. En ja, dat is natuurlijk dood in de pot. Mm-hmm. Op het moment dat je elke vorm van kritiek beschouwt als per definitie vijandig tot het socialisme, dan wordt de discussie gedood en is vooruitgang niet meer mogelijk. De omstandigheden ontwikkelen zich, dat leert ons de dialectiek. Alles is in beweging. Dus als de partij, de overheid, de staat zich niet mee ontwikkelt, dan treedt er verstarring op. En dat is wat je precies in Oost-Europa hebt gezien, waar de partij middels een artikel 6 in de grondwet moest bepalen dat zij de leidende instantie, partij van het land was. Nou, op het moment dat een partij niet langer haar autoriteit onder de mensen ontleent aan haar daden, haar mensen en haar ideeën, maar aan een wetsartikel, dan heb je natuurlijk toch het summum van verstening en verstarring bereikt. Ja, ja. En de SP wil juist die verstarring zien te vermijden of te voorkomen. Precies. Hoe wil ze dat bereiken? Nou, het punt is natuurlijk dat de SP niet de macht is in Nederland. Ik bedoel, dat is natuurlijk één. Maar goed, je voert een eigen politiek. Wij voeren een eigen politiek en die mag ook niet verstarren, bedoel je te zeggen. Ja, nou, dat is absoluut waar. Het is ook daarom dat wij in het derde congresstuk, waar het met name over de theorie van de partij gaat, centraal hebben gesteld de concrete analyse van de concrete omstandigheden. We moeten als partij ons bestaansrecht niet ontlenen aan alleen maar het feit dat er elders en in andere tijden mensen waren die misschien in die omstandigheden aardige dingen hebben gezegd. We zullen onze eigen analyses moeten maken waar, aan de hand waarvan wij klip en klaar voor iedereen die het horen wil kunnen aangeven dat een fundamentele verandering van de maatschappij in socialistische richting noodzakelijk is om grote maatschappelijke problemen als het milieu, als de honger in de wereld, als de verspilling aan gelden, aan defensieuitgaven, de aftakeling en de afbraak van de sociale voorzieningen, hoe al dat soort dingen kunnen worden opgelost. Wij moeten aangeven dat een voorwaarde voor het oplossen van die problemen is dat er een fundamentele verandering in de maatschappij plaatsvindt. En ik denk dat we zeker de laatste jaren op dat punt al heel veel hebben gedaan aan het ontwikkelen van ideeën. Ik bedoel, wij schromen niet om uit te leggen dat er een relatie bestaat tussen de manier waarop de maatschappij gerund wordt en, ik noem maar iets, de criminaliteit bijvoorbeeld. Iets wat in het de modernisme van deze jaren steeds meer ontkend wordt, maar voor ons als socialisten staat vast dat er omstandigheden heel erg bepalend kunnen zijn voor het gedrag en denken van mensen. Wat ik maar wil zeggen, dat is, wij moeten zorgen dat we als SP in de jaren 90 aan de hand van die zaken die bij de mensen echt leven kunnen uiteenzetten waarom een omwenteling in socialistische richting noodzakelijk is. Maar dit heeft de SP toch altijd gezegd? Ik bedoel, waar zitten dan juist de veranderingen in? Waar zitten de voorstellen? Kijk, de verandering zit hem onder andere hierin. En nou moet ik zo'n technische term gebruiken, het historisch materialisme. In het scholingsmateriaal wordt daar, in de laatste scholingskrant wordt daar aandacht aan besteed. Het historisch materialisme, eigenlijk de toepassing van het dialectisch materialisme op de geschiedenis,
Het historisch materialisme spreekt van een soort noodzakelijke omslag van het kapitalisme naar het socialisme. Dat in Oost-Europa er vervolgens weer een volgende stap al achter kwam, namelijk die van socialisme weer terug middels de reactie naar het kapitalisme. Dat was nog niet aan het papier toevertrouwd, het is historisch materialisme. Het gaat eigenlijk om die noodzakelijkheid. Wat we hebben geprobeerd in dat derde congresstuk, dat is om aan te geven, wat bindt nou al die SP'ers? Waarom doen die SP'ers wat ze doen? En als je dat onderzoekt, je praat met mensen. Ik heb met heel veel individuele leden ook in de partij gesproken over hoe zie je dat nou? Waarom doe je dat, wat je doet? Dat zoveel inspanningen leveren ten behoeve van andere mensen vaak, enzovoort, enzovoort. En dan komen we toch eigenlijk steeds drie centrale begrippen terug. Dat is de menselijke waardigheid, dat is de gelijkwaardigheid en dat is de solidariteit. Dat zijn drie begrippen, essentiële begrippen, die eigenlijk door, steeds met andere termen omschreven, maar steeds door mensen worden gebruikt om aan te geven waarom zij gemotiveerd zijn om te doen wat ze doen. Nou, wat ik net al zei, je moet daar natuurlijk toch ook op een wetenschappelijke manier een basis onderschuiven. Als je het hebt over de toekomst, dan moet je ook uitgaande van die drie begrippen kunnen aangeven, nou, volgens die kanalen, volgens die middelen, kan dat ook gerealiseerd worden. Dat is nieuw in de partij. In zoverre, kijk, natuurlijk, je moet de betekenis van dat stuk niet overdrijven. Het is iets wat de afgelopen drie jaar, vier jaar gegroeid is in de partij eigenlijk. Dat besef dat je moet proberen om, wil je de partij toegankelijk maken en in zijn politieke kern toegankelijk maken voor iedereen in Nederland, dan moet je dat op een begrijpelijke wijze ook voor mensen kunnen doen. Er is altijd in de partij toch een vreemd soort verschil geweest tussen hoe wij intern in de partij discussieerden, zal ik maar zeggen, en hoe de beeldvorming rond de SP was. Intern scholden wij over de noodzaak van het socialisme, over het wetenschappelijk socialisme, over van alles en nog wat. Naar buiten toe, ja, waren wij een soort actiepartij, die enzovoort. Wat we absoluut moeten blijven, een actieve politieke partij, maar er moet iets bij. Er moet het beeld rond een politieke partij, ook in ideologisch opzicht, moet compleet zijn. Dus dat wil zeggen, mensen moeten ook weten, ja, waar staat die SP nou als het bijvoorbeeld om de middellange termijn gaat, of om de lange termijn gaat. En daar is met name dat derde congresstuk voor bedoeld. Ja. De partij zal dus veranderen, maar alleen ten behoeve van de buitenwereld, hoe de buitenwacht er tegenaan kijkt? Nee, het allerbelangrijkste is dat wij meer ook gaan werken aan het ontwikkelen van standpunten en ideeën als landelijke partij. Zoals we eigenlijk nu ook met het milieualarmteam al bezig zijn. Zo'n rapport wat ze hebben uitgegeven, ik noem maar wat, over dat oud papier. Dat geeft haarfijn aan hoe de kapitalistische economie werkt en hoe het milieu daar het slachtoffer van wordt. Ik zal daar nou niet over in detail treden, maar je zou dus eigenlijk met betrekking tot alle zaken die in de maatschappij spelen en door mensen belangrijk gevonden worden, zou je er zo'n rapport over moeten hebben. Niet om dan weer iets op de bloekplank te hebben, maar iets om mee te werken. Om mensen dat inzicht te verschaffen. Van luister eens, we kunnen van alles willen met elkaar, maar als er niet aan een aantal voorwaarden is voldaan, we zeggen in het stuk dan socialisme, wat te maken heeft met eigendomsverhoudingen, en meer democratie, wat te maken heeft met machtsverhoudingen. Dus socialisme en meer democratie. Als dat niet tot stand gebracht wordt, dan is het niet mogelijk om voor de lange termijn die problemen echt op te lossen. Dan neemt de vervreemding van de mensen van de maatschappij en de mensen rond hun heen alleen maar toe. Dan nemen de maatschappelijke problemen, het milieu, de veiligheid enzovoorts alleen maar toe. Dus je moet proberen dat, ja, al die problemen onder één noemer te brengen en dan die noemer ook duidelijk maken aan de mensen, zodat dan ook meer duidelijk wordt waarom de partij als landelijke politieke partij belangrijk is. En dus niet alleen maar een veredelde actiegroep die ook in gemeenteraden zit. Je zei dat soort politiek gevoerd moet worden onder een drietal principes. Menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Wat moet ik daar precies onder verstaan? Want dat zijn ook termen die andere partijen zouden kunnen voeren. Ja. Wat is er zo uniek aan? Ja. Ik zal niet zeggen dat ze in zichzelf nou zo verschrikkelijk uniek zijn. Het gaat er meer om natuurlijk, wat doe je daarmee? Simons heeft nu een voorstel gedaan om gehandicapten
Hij noemt dat zelf de nieuwe solidariteit, om gehandicapten eigen bijdrage te laten leveren voor allerlei voorzieningen. En waarom dan? Dat is om mensen boven de 65 die voorziening ook te kunnen geven. En zijn nieuwe solidariteit betekent dat de mensen die niks hebben of weinig hebben, ten behoeve van mensen die niks hebben, nog iets moeten afstaan, terwijl alle anderen... Dus je kan het begrip solidariteit natuurlijk ook danig misbruiken. Maar laat ik met het eerste beginnen, menselijke waardigheid. Het verschil tussen socialisten als wij en bijvoorbeeld de sociaaldemocratie, de Partij van de Arbeid, maar ook de christendemocratie, is dat wij uitgaan van de menselijke waardigheid. In laatste instantie wordt het geluk door mensen natuurlijk altijd persoonlijk ervaren. Waar het om gaat, dat is dat je... een heel, heel duidelijk voorbeeld zelf vind ik zoiets als de minimafondsen. Waar sommige gemeentes mee begonnen zijn. Waar mevrouw Jansen dan bij de sociale dienst binnenkomt en zegt... God, ik heb altijd prima voor mijn gezin kunnen zorgen. Maar we zijn nu langdurig al jaren aangewezen op een uitkering... kunt u mij niet helpen enzovoorts. En ja, zegt het meisje achter de balie, dat kunnen we wel, maar dan moet u eerst al uw papieren op tafel leggen en vervolgens mag mevrouw Jansen dan met 100 gulden rijker op jaarbasis de sociale dienst weer verlaten. Dat heeft niks met menselijke waardigheid te maken. Menselijke waardigheid wil zeggen dat je ieder mens in de gelegenheid stelt met maximale kans zijn geluk na te streven. En we hebben een overheid waar de mensen ook als individuen veel meer bij betrokken zouden moeten worden, om garanties af te geven voor wat betreft het collectieve belang, het algemene belang. En dat is de kern van menselijke waardigheid. Dus dat betekent ook dat je bijvoorbeeld instituten als de gelegaliseerde koppelbazen, de uitzendbureaus, nou, die behoren tot het verleden te behoren. Dat kan niet langer. Ik bedoel, als je over menselijke waardigheid spreekt, dan moet je arbeiders, mensen niet gebruiken als, ja, als moderne loonslaven. Mm-hmm. In die zin moet je het begrip menselijke waardigheid begrijpen. Dat mensen in staat worden gesteld voor zichzelf te werken. Ja, maar ontken je daar niet mee de verschillen die tussen mensen bestaan? Zeker. Daarom spreken we ook niet over gelijkheid tussen mensen, maar over gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Dat we vinden dat mensen, omdat ze mensen zijn, ook gelijkwaardig dienen te zijn. En ja, goed, ja, ik wil er nog niet over in detail treden, maar als je de wetgeving in Nederland nakijkt, de regelingen nakijkt, hoe je het ook bekijkt, er is natuurlijk bij lange na niet in de kapitalistische westerse wereld sprake van enige gelijkwaardigheid. Daar waar de een zich meer dan alles kan permitteren, is de ander, ja, verstoken van een krant, van telefoon, van kinderen die op sport kunnen enzovoort enzovoort, simpelweg omdat er geen geld voor is. En laten we wel wezen, werkloosheid, dat is inmiddels nu wel iedereen duidelijk, nu we de jaren 80 achter de rug hebben, dat is inderdaad iets van vandaag zij, morgen wij. Ik bedoel, dat kan iedereen dus overkomen. Recentelijk heeft Philips besloten 11.000 mensen op straat te zetten. Daar zitten er heel veel bij, van tussen de 30 en de 40. Nou, iedereen beseft wel, als je bij Philips gewerkt hebt, wat toch vaak ongeschoold werk is, waar moeten die mensen beginnen? Dus die zijn 35 en zijn vervolgens voor de rest van hun leven waarschijnlijk op een uitkering aangewezen. Zo'n waanzinnige omstandigheden hebben we in Nederland. En dat betekent dus dat er ook voor die mensen niks is weggelegd. Dus gelijkwaardigheid, als je dat afzet tegen de mensen, zal ik maar zeggen, die een aluminium jacht aanschaffen van pakweg 15 miljoen. Ja, dat is natuurlijk ver te zoeken. Als je dan uitgaat van de gelijkwaardigheid en tevens vaststelt dat natuurlijk toch weer niet iedereen gelijk is, dan moet je zeggen, ja, wacht even, dan moet je ook solidariteit hebben. Van diegenen die allemaal gelijkwaardig zijn, maar van die ene die onder die omstandigheden het goed gedaan hebben en die door omstandigheden het minder goed hebben moeten doen. En die solidariteit zal er dus moeten zijn. Maar als je die drie begrippen tot, ja, doorredeneert, en dat is ook het wetenschappelijke karakter ervan, of wat ik bedoelde te zeggen met dat je dat ook wetenschappelijk moet gaan motiveren. Zo'n begrip als solidariteit bijvoorbeeld, laten we eens kijken met betrekking tot de ziektewet of de ziekenzorg, de gezondheidszorg in Nederland. Nou, wat is er nou duidelijker dan dat iedereen het risico loopt iets te overkomen? Dus waarom particuliere verzekeringen, ziekenfondsverzekeringen, wat hebben we allemaal nog niet meer voor regelingen? Een woud van regelingen. Waarom niet een eenvoudige regeling waarbij we zeggen, luister, iedereen loopt dat risico. Iedereen moet dan ook een beroep kunnen doen op de gezondheidszorg. Welaan, laten we dan uit de inkomstenbelasting, de totaliteit van onze inkomsten als overheid, voorzieningen creëren
waar iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik van kan maken. Dat zou een enorme besparing kunnen opleveren, al was het maar door die bureaucratie die er is af te breken. Dus wat je in feite zegt, dat is, voor solidariteit heb je niet allerlei regeltjes nodig. Dat kan ook op een simpele manier tot stand komen. Precies, als je uitgaat van solidariteit of van die drie begrippen, want ook zo'n begrip als menselijke waardigheid, waar dus mee bedoeld wordt, iedereen moet in staat worden gesteld een bijdrage aan de collectieve rijkdom te leveren om dusdoende gewoon voor zijn eigen brood op de plank te kunnen zorgen. Nou, op dat moment betekent het dus dat je nu, wat hebben we aan werkloze WHO'ers, 1,2, 1,3 miljoen mensen, waarvan de meeste nog kostwinner zijn ook nog. Op het moment dat je die mensen aan de slag zou kunnen krijgen, moeten krijgen naar ons idee. Ja, dan boor je een enorm potentieel natuurlijk aan van mensen die ook een bijdrage kunnen leveren. Dat is duidelijk. Binnenkort komt het vierde congres dit naar de afdelingen. Dat gaat over organisatorische kwesties. Kun je daar al wat over vertellen? Ja, de congrescommissie heeft afgelopen zaterdag zich daarover gebogen. Mm-hmm. In eerste instantie. Er zijn drie dingen die er nu al uitspringen. Dat is op de eerste plaats dat we iets met de districten moeten gaan doen. We hebben stellig de indruk dat laat ik maar zeggen, het niveau van de districten in de partij niet helemaal functioneert zoals het zou moeten. En we zijn er eigenlijk allemaal mee eens dat er iets moet veranderen op dat punt. Dat zal onder andere betekenen dat we willen gaan kijken of het niet verstandig is om één districtsbestuurder aan te laten wijzen door de leden van een district. Die dan ook geen voorzitter van een afdeling is en ook niet de beslommeringen van een afdeling op zijn schouders krijgt. Maar die als taak heeft om in organisatorische zin, maar ook in de zin van het leiden van districtsvergaderingen en het begeleiden van afdelingen, daarvoor volledig verantwoordelijk wordt, maar er daarnaast dan ook geen sores bij heeft. Buiten dan misschien dat hij raadslid is of zo, maar in ieder geval niet binnen de partij als voorzitter van een afdeling of organisatiesecretaris in een afdeling. Op dit moment wordt dat noodzakelijk geacht? Ja, ik denk het wel. Als je de situatie in sommige districten bekijkt, dan moet je gewoon eerlijk vaststellen dat met de beste wil van de wereld de mensen die daar nu verantwoordelijk zijn voor de leiding van het district het op een of andere manier niet aankunnen en het niet klaarspelen om alle mogelijkheden die er nu liggen voor de partij om nieuwe afdelingen op te richten, maar ook om gewoon al bestaande afdelingen van de informatie te voorzien op de goede momenten, dat gewoon niet lukt. Dus ja, het is toch een constant een leerproces natuurlijk van hoe moet je je organisatie verbeteren. Maar we zitten dus in die richting te denken. En tegelijkertijd willen we dan voorstellen dat die districtsbestuurders ook deel gaan uitmaken uit hoofden van een functie van het partijbestuur. Zodat ze dus zeer dicht bij het vuur zitten, ook landelijk, dat ze in een heel vroeg stadium nieuwe ontwikkelingen in de partij kunnen waarnemen en ook in hun werk in de districten kunnen gebruiken. Dat houdt dus een uitbreiding van het partijbestuur in? Ja. Zegt dat we nu zo'n 10 districten hebben. Dat zou dus, we hebben nu 7 partijbestuursleden. Dat zou dan op 17 komen. Maar los van die 10 mensen die dus als districtsbestuurders erbij komen, willen we eigenlijk sowieso het partijbestuur van 7 naar om en nabij de 15 brengen. Plus die 10 maakt 25. Dus ruim 20 mensen zullen we zeggen. We moeten dan weer precies naar kijken van hoe dat ongeveer zou gaan zijn. Hoeveel precies. Maar daar zijn we ons nu over aan het beraden. En een derde punt met betrekking tot het volgende stuk zal betrekking hebben op de positie van onze steunleden. Zoals bekend is die categorie mensen, is daar een hele ontwikkeling mee gaande geweest. De meesten die zijn ooit eens een keer de tribune gaan lezen in de jaren 70, jaren 80, zijn abonnee geworden. De abonnementen hebben we, ik geloof, vanaf 80. En op ons congres in 87 hebben we besloten om die mensen niet abonnee te noemen, omdat dat toch echt een term was die de lading niet dekte. Omdat de mensen zelf toch eigenlijk vooral hun positie als ondersteuner van de partij wilden beklemtonen. Dus toen is er die term steunlid uitgekomen die mm-hmm. toch nog voor veel verwarring zorgt. Maar toch steunlid. Momenteel hebben we er 15.700 steunleden. We willen eigenlijk, en in de congrescommissie is daar hoegenaamd overeenstemming over, de positie, in het bijzonder ook de rechtspositie van die steunleden in de partijorganisatie gaan vastleggen.
En je zou dan kunnen denken bijvoorbeeld in de richting van twee ledenvergaderingen. Die steunleden krijgen, die worden, laat ik maar zeggen, gewoon lid van de partij. Mm-hmm. Dat we twee keer per jaar een algemene ledenvergadering organiseren, waar die steunleden uitgenodigd worden, die dan ook beslissingsbevoegdheid hebben over alle zaken die in de partij spelen. En je zou dan kunnen denken aan een constellatie waarbij dan er een afdelingsbestuur is, waar je dan een aantal voorwaarden aan stelt aan die mensen die daar aan toetreden. Bijvoorbeeld dat ze actief zijn, dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid aankunnen enzovoorts. En desgewenst zou daar dan nog, als dat een heel groot afdelingsbestuur wordt, zou je dan nog een dagelijks bestuur van een afdeling uit kunnen laten kiezen. Maar dus een hele platte, duidelijke organisatie. We hebben zoveel steunleden en we hebben daarboven hebben we een bestuur, zoals elke organisatie, elke vereniging dat heeft, die gekozen wordt door de ledenvergadering en die ook verantwoording moet afleggen aan die ledenvergadering. Dus op dit moment, die 15.700 steunleden hebben geen stemrecht? Het ligt in de bedoeling om ze wel stemrecht te geven. Nou, formeel hebben ze geen stemrecht. In de praktijk is het natuurlijk zo dat die mensen meer dan een belangrijke stem in onze partij hebben. Ik bedoel, het is natuurlijk moeilijk denkbaar dat je een actie in een buurt organiseert zonder je steunleden daar eerst te raadplegen. dat gebeurt natuurlijk al wel overal. Maar we willen, en de eerlijkheid gebiedt gewoon om te zeggen dat de overgang van steunleden naar lidmaatschap nu in onze partij toch voor heel veel mensen een enorm probleem is. De cijfers bewijzen dat ook. We zijn wat betreft actieve leden van onze partij, kaderleden zoals dat vroeger werd genoemd, hoegenaamd niet vooruit gegaan de laatste jaren. We hebben wel meer afdelingen gekregen, dus dat betekent zelfs dat het gemiddelde aantal per afdeling omlaag is gegaan. Dus ja, dat geeft toch te denken. Dus we zullen er naartoe moeten, en in die zin moet je dat ook beschouwen als een voorstel waarbij we een potentieel wat we heel lang gewoon maar hebben laten bestaan en hebben uitgebreid, dat we dat nu gaan aanboren. En we ook willen gaan kijken, willen gaan proberen om die mensen veel directer ook bij het partijwerk te betrekken. Dan zou je zeggen, ja, wat bedoel je nou precies? Nou, heel veel afdelingen zijn bijvoorbeeld bezig met dat ontwikkelen van solidair op het moment. Nou, heel veel van de steunleden van onze partij, die werken op bedrijven. Wat ligt er nou meer voor de hand dan dat je bijvoorbeeld onder leiding van iemand die in een afdelingsbestuur zit en verantwoordelijk is voor solidair, dat je de mensen die in je ledenbestand zitten en op al die bedrijven werkt, dat je die samen gaat brengen op bijeenkomsten en ook samen gaat proberen om dat solidair meer bekendheid te geven, meer slagkracht te geven, pamfletten uit te delen, die kranten te bezorgen, leden te maken enzovoort enzovoort. Nou, en zo zou je op zo'n verticale manier zou je natuurlijk meer facetten van het partijwerk kunnen bekijken. Van hoe kunnen we dat inlegveld verbeteren? Nou, misschien zijn er onder steunleden mensen die dan als lid zijn, die ook kunnen schrijven. Nou, laten we die daarbij gaan inschakelen. Buurtacties gelden hetzelfde voor. Je zou in een bestuur ook mensen verantwoordelijk kunnen maken voor een bepaald gebied in je stad. Van, jij bent daar verantwoordelijk voor dat in dat gebied goed ontwikkeld wordt. Oké, die mensen maken allemaal deel uit van het afdelingsbestuur. Dus hebben ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het totaal van de afdeling. Maar iedereen heeft ook een hoofdelijke verantwoordelijkheid, waarbij hij gebruik kan maken van al die leden die we dan hebben, die we nu steunleden noemen. Misschien dan ook nog wel, maar in ieder geval met een rechtspositie. Die we dan veel nadrukkelijker daarbij gaan inschakelen. En dan zou de tegenwerping kunnen zijn, ja, maar dat doen we nu toch ook al. We proberen nu toch ook al steunleden te activeren voor de partij. Zeker, dat is ook zo. Alleen het punt is, we zullen dat veel meer moeten gaan doen. We zullen dat veel beter moeten gaan doen. En dan ligt het ook voor de hand dat je zegt, nou, als dat dan gaat gebeuren, dan moet het ook zo zijn dat die mensen in de partij zeggenschap krijgen. Dus jij denkt, als ze zeggenschap krijgen, dan willen ze ook verantwoordelijkheid dragen. Zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat je het niet zo mechanisch kunt zeggen. Het proces zal natuurlijk bij de een anders verlopen dan bij de ander. Dat is altijd zo. Het punt is alleen dat we denken dat we nu het kader hebben in onze partij. Het kader hebben om die stap te maken van steunleden zonder stemrecht naar steunleden met stemrecht. Die we dan ook niet als vergadertijgers gaan proberen op te voeden. Nee, die we dan minimaal, ik noem maar wat, twee keer per jaar, één keer het voorjaar, één keer het najaar bij elkaar halen. Om noodzakelijke besluiten voor de middellange termijn te nemen. Verantwoording af te leggen van wat er is gebeurd.
contacten te herstellen die misschien verloren zijn gegaan. Want natuurlijk zullen niet al die steunleden daar steeds bij aanwezig zijn. Dat zullen toch wisselende samenstellingen zijn. Maar het is, nou, laat ik je een voorbeeld geven. We hebben meegemaakt in een plaats waar we de steunleden hebben geraadpleegd op een bepaald moment over, moeten we wel of niet toetreden tot een college van BMW? Na de verkiezingen vorig jaar voor de gemeenteraad. En daar was een steunlid op die bijeenkomst. En die zeer actief ook aan de discussie had deelgenomen. Die op het eind zich afvroeg van, ja, maar wat is nou eigenlijk de status van deze bijeenkomst? Als wij hier nu zeggen dat de SP een wethouder moet leveren, gebeurt dat dan ook? Ik was toevallig zelf degene die die vraag moest beantwoorden. Ik heb toen gezegd, ja, natuurlijk beslissen jullie dat. Want het zou een beetje moeilijk zijn om uit te leggen dat dat niet zo is. Ik denk dat we het kader ervoor hebben om met behoud van onze goede politieke, socialistische uitgangspunten, inclusief een partijorganisatie met slagkracht, dat we zoveel kader hebben dat we met behoud van die goede punten toch in één keer een klap kunnen maken naar een veel grotere en opener partij, waar denk ik de doorstroming van alle sympathisanten van onze partij naar de functies die er allemaal zijn in onze partij, en dat zijn er verschrikkelijk veel, omdat we eenmaal verschrikkelijk veel doen, dat die overgang nu genomen moet en kan worden, zodat we ook, ja, ik denk, een veel groter potentieel gaan aanboren. Want nogmaals, we moeten vaststellen dat als het om kaderfuncties in onze partij gaat, we hebben het net even over de districten gehad, we hebben het net ook even gehad over het partijbestuur, daar hebben we allemaal hele goede mensen nodig. En het probleem is dat, ja, het hemd is nader dan de rok, dat al die afdelingsvoorzitters toch op de eerste plaats met hun afdeling bezig zijn. En dat is ze niet kwalijk te nemen. En pas in laatste instantie met het district. En dat betekent, we hebben veel meer mensen nodig dan dat we nu zo kunnen leveren om, laat ik maar zeggen, die taak in de partij te vervullen. Iets anders is dat dan natuurlijk gaten gaan vallen in die afdelingen die opgevuld moeten worden. En wat wordt daaraan gedaan? Daar zal aan gedaan worden, tenminste dat is de opinie van, of de mening van de congrescommissie, daar zal aan gedaan worden dat die steunleden op vergaderingen worden uitgenodigd waar belangrijke kwesties aan de orde komen. Mm-hmm. En laten we wel wezen, die steunleden, dat zijn onze sympathisanten, dat is het reservoir waar we nu al ons nieuwe kader uit geput hebben. We gaan ze nu nog nadrukkelijker bij ons partijwerk betrekken. Nou zijn er natuurlijk allerlei praktische problemen die je onmiddellijk door de kop schieten. Bijvoorbeeld er is een bibliotheek die een abonnement op de tribune heeft. Sommige politiebureaus hebben zelfs een abonnement. We moeten statutair natuurlijk een aantal dingen duidelijk gaan regelen. Dus dat betekent er komt een verschil tussen een lid, een steunlid, enerzijds, en een abonnee. Er zijn mensen die een abonnement op die krant willen. Maar goed, dat zijn zaken min of meer in de marge die allemaal terzijde bij de statuten duidelijk en goed geregeld zullen moeten gaan worden. Statuten, dat is ook iets wat bij het laatste congresstuk aan de orde komt. Het vijfde congresstuk, wat nu in voorbereiding is. Ja, het vijfde stuk, het laatste stuk, dat is eigenlijk geen stuk. Dat zijn eigenlijk een aantal zaken. De nieuwe statuten van de partij, de beginselen. Dat heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met het derde congresstuk. Maar we gaan daar proberen om op twee A4'tjes dat helemaal samen te vatten, zodat dat later ook naar buiten toe gebruikt kan worden. En het voorstel voor het nieuwe partijbestuur. En nog een aantal praktische zaken die geregeld nog moeten worden, die komen met, laat ik maar zeggen, als bij elkaar gebundeld als een soort vijfde congresstuk naar de afdelingen. Dat zal nog wel even duren, denk ik, voordat dat er is, maar dat is de bedoeling. En dan vervolgens komen die conferenties in het najaar en in oktober dus het congres. Het is met betrekking tot die statuten en beginselen de bedoeling om die sober en kort en zakelijk en duidelijk te houden. Voor zover onze theoretische basis kan altijd nog verwezen worden naar het derde congresstuk. Voor wat betreft wat niet in de statuten is geregeld, kan in een huishoudelijk reglement geregeld worden. Maar om die twee dingen bijeen te brengen in een boekje, met daarbij een inleidingje wat duidelijk maakt hoe de geschiedenis van de SP is verlopen. En een soort slothoofdstukje met nog een aantal zaken de SP betreffende. Bijvoorbeeld dat raadsgelden van raadsleden van de SP naar de partij gaan. Nou allerlei zaken, milieualarmteam wat we hebben, de medische centra. En dat wordt een boekje, bij elkaar gebracht in een boekje. En dat krijgen onze nieuwe steunleden dus overhandigd. Dus op het moment dat we van een lid verlangen dat hij de uitgangspunten en de statuten van de partij onderschrijft, dan heeft hij die tenminste ook voordat hij daar ja tegen zegt.
Hoe denk je eigenlijk dat de partij eruit gaat zien na het congres? Nou, ik denk even goed als nu. Ik verwacht geen, ik zie niet direct dat we een hele andere partij worden. Even goed als nu, maar je streeft ook naar vooruitgang. Nou ja, natuurlijk. Goed, maar ik denk dat datgene wat we het congres voorstellen, we hebben nu een aantal zaken besproken, maar we zullen er zeker in het vierde stuk, wat het gaat over onze taken voor de jaren 90, nog veel meer ideeën volgen, waar de afdelingen zich allemaal over kunnen gaan buigen. Ik denk dat we niet een andere koers gaan inslaan. Ik bedoel, dat doen we dus ook niet. Het is meer een bestendiging en een vastleggen van wat er in de partij gegroeid is. Maar duidelijk geen trendbreuk. Nee, het is geen trendbreuk. Nee. We laten bijvoorbeeld, we stellen voor de term Marxistisch-Leninistisch uit onze statuten te schrappen. Is dat een trendbreuk? Nee, ik denk het niet. Dat is helemaal geen trendbreuk. We noemden ons socialistische partij en we blijven ons socialistische partij noemen en we blijven uitgaan van wat wij verstaan onder socialistische uitgangspunten. Wat er bijvoorbeeld in het derde congresstuk staat, is een neergeschreven omschrijving, een beetje dubbelop, maar in ieder geval een omschrijving van hoe we als partij ons de afgelopen jaren ideologisch hebben opgesteld. Lees alles er maar op na, dan is het ook op die manier. En eigenlijk hebben wij op het congres in 87 al besloten te stoppen met het om de oren slaan van citaten van mensen van heel lang geleden. En dat is een hele goede ontwikkeling. Dat is eigenlijk begrijpen, het begrip hebben van dat dialectiek, de dingen zijn in ontwikkeling, de dingen hangen met elkaar samen, dat betekent dat dat consequenties heeft en dat je niet dogmatisch kunt reproduceren wat elders ooit onder andere omstandigheden is gedacht en gezegd. Maar dat is geen trendbreuk. Het probleem met statuten en beginselen is dat op het moment dat je ze aanneemt, dan zijn ze alweer verouderd. Zo gaat dat vaak. Dus we hebben nu 3 jaar geleden, of 87, 4 jaar geleden het congres gehad. We moeten nu weer een aantal aanpassingen doen in die statuten en die beginselen, om die tegenstelling die tussen wat is in de partij en wat er in de statuten staat, om die tegenstelling op te heffen, om daarmee ook de toch nog enigszins aanwezige tegenstelling tussen hoe wij ons naar buiten presenteren en wat we innerlijk politiek zijn, om die ook op te heffen. Een cosmetische verandering, zou je kunnen zeggen. Ja, het is, of je dat nou cosmetisch moet noemen. Ik bedoel, er zijn een aantal aanpassingen nodig omdat de partij zich ontwikkeld heeft. En ook omdat de omstandigheden buiten de partij zich ontwikkeld hebben. Maar goed, je zegt de partij is nu een volwassen partij. En dat zal ze na het congres ook blijven. Ja, een volwassen partij, dat is natuurlijk ook maar een woord. Hè. Het is maar hoe je het bekijkt. We zijn nu van 72, 91, we zijn 19 jaar. Dus de puberteit hebben we nu al achter ons. Nee, ik bedoel, zo moet je dat niet opvatten. Een volwassen partij. Ik denk dat we inderdaad een ontwikkeling hebben doorgemaakt. En zeker een versnelde ontwikkeling sinds het congres in 87. Dat heeft ook heel veel problemen teweeg gebracht. Niet iedereen in de partij heeft die veranderingen goed gevonden, snel genoeg vinden gaan. Anderen vonden het te snel gaan. Er is intensief over gediscussieerd op de partijraad, in de afdelingen enzovoort. Daarom is het ook zo goed dat je na zoveel jaar dan weer een congres hebt, dat je eens een paar stappen terug kunt doen en eens kan kijken van nou, zo ziet het er politiek uit in Nederland. Dit is mijn partij. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Wat moeten we veranderen? Wat moeten we verbeteren om de ontwikkeling van de partij toch nog verder te kunnen stimuleren? En dan gaat het ook om het besef dat de partij ook een middel is en geen doel in zichzelf. Want daar gaat het dan uiteindelijk om. Als een partij alleen maar kan zeggen van we moeten dit doen, want dat is goed voor de partij, en we dan verder niet uit kunnen leggen, ja, maar waarom is die partij dan zo van belang? Ja, dan houdt dat op een gegeven moment op natuurlijk. Dus je moet ook in zo'n congresstukken kunnen aangeven van ik ben lid van die partij, maar ik ben lid van die partij en wel hierom en hierom en hierom en hierom. Want ik kom dat socialistische erfgoed nergens anders mee tegen bij geen andere politieke partij. Ik ken heel veel politieke partijen in Nederland, maar zijn allemaal vervreemd van haar kiezers. Het geroep om bestuurlijke vernieuwing en al dat soort kreten. Ja, ik denk toch dat wij in alle bescheidenheid als partij kunnen zeggen, wij zijn geworteld onder de mensen. Bij ons is het nog een normale traditie om als er dingen aan de hand zijn, om naar de mensen toe te gaan, daarmee te gaan praten en samen die zaken aan te pakken.
Welke partij streeft nog naar fundamentele verandering in de maatschappij? Nou, dat is de SP. Waarom is die fundamentele verandering dan nodig? Nou, dat geven we aan met ons handvest 2000 en met ja, de manier waarop we tegen de problemen aankijken. Dus het is zowel het ideologische erfgoed waar wij voor staan, als onze socialistische doelstellingen, als ons elan, onze wil om verandering tot stand te brengen, die maakt dat een partij als de SP nodig is in Nederland en ook toekomst heeft. Ik bedoel, ja goed, dat klinkt zo van, ja dat moet je absoluut altijd zeggen, maar het punt is wel dat de ontwikkelingen, ik heb dat in het begin van het gesprek ook al geschetst, met verkiezingen, groei van de steunledental enzovoort, dat ook wel aangeeft. Goed, we zullen het congres en de discussie over de congresstukken afwachten. En dankjewel voor je commentaar. Graag gedaan.